Watch the light, watch the ride. Race nummer 11, halve finale. Boys and girls van 10 en 11 jaar met Stef van Diepen, Boy van Hassel, Michael Aschauer, Rocco Poets, Silke Kersten, Matthew van Dam, Lars van Longen en Joey Eikelen. En we kijken naar die man van voren. En als ik in de weg sta, dan hoor ik het wel. Hier van onze filmman natuurlijk, Jeroen Schepers. En vanavond kunt u het filmpje al zien op bmxdreamteam.nl. En dit is natuurlijk de man van het BMX team natuurlijk hier van voren. Joey Eikelen op de eerste positie, gevolgd door Talent BMX. En dat is Matthew van Nout. Dan krijgen we een gaatje naar Boy van Hassel daar op plaats nummer 3. Hele mooie plaats nummer 3. En dan gaan we kijken naar die vierde man, Lars van Dongen. En die heeft het aan de start met Kroefje. Jawel, Silke Kersten. She is on the track op place nummer 5. Maar dat is niet genoeg helaas om te plaatsen voor de finale. Dus zal ze nog even een eindsprint eruit moeten gaan persen. Of is het toch Lars van Dongen? Dan gaan we kijken, dan gaan we loeren. Ja hoor.